Door de geldende coronamaatregelen kunnen sommige activiteiten niet doorgaan of vinden op een aangepaste manier plaats. Dat geldt ook voor de herdenking van de gevallenen op 4 mei in de gemeente Ede en Renswouden. Normaal gesproken bij het mausoleum in Ede en bij de monumenten in de dorpen ook. En dan is er wel een 2000-3000 man op de been. Bij het mausoleum staan zo'n duizend mensen en in het dorp is het ook groot. Want ja, we beleven natuurlijk toch die herdenking groot. Maar ja, dat kan dit jaar ook weer, weer niet. Dus we doen het in heel sobere uh, vorm. Er worden wel kransen uh, gelegd door de wethouders en, uh, en door mij. In een heel klein gezelschap. En we maken een uh, mooie film uh, waarin jong en oud zullen herdenken. Nou, normaal gesproken is dat een heel mooi moment voor het dorp. Um, dan beginnen we altijd met een dienst. Dat uh, wordt georganiseerd samen met de drie gezamenlijke kerken. Um, en dat doen we in de Voorhof. Dat is de PKN-kerk aan de Dorpstraat. Um, en daarna gaan we naar de dienst. Worden wij opgehaald door ons genoegen, uh, de Harmonievereniging. En uh, daarmee gaan wij in een heel mooi... Dat dus altijd heel plechtig met één trommel. En die, ge die geeft dan ook de maat aan. En daarmee gaan we dan naar het monument op de Rotonde. Daar staan dan heel veel mensen van het dorp al met elkaar klaar. Wij lopen daar dan met elkaar heen... van de mensen die daar dan um, de kerkdienst meegemaakt hebben. En dan worden daar de kransen gelegd. Dan wordt daar nog een stuk muziek gespeeld. Dan worden daar de namen opgenoemd... van de mensen die herdacht worden. En dat zijn er hier echt heel erg veel. Ook de mensen die uh, met de vliegtuigen uh, neergestort zijn... hier boven het dorp. Um, en dan, dan vindt daar echt iets heel moois plaats. Um, maar ja, dat is wel een oploop van ontzettend veel mensen... Um, die bij die kranslegging aanwezig willen zijn. En dat kan nu gewoon niet in deze tijd. Evenals vorig jaar uh, zullen we dat op een andere manier moeten doen. Hoe gaat het op dit jaar? Hoe gaat het in 2021? Nou, wat hetzelfde is, is dat we dat weer gezamenlijk met de kerken uh, organiseren. Alleen vindt dat digitaal plaats. Dus dat doen we dan ook niet vanuit de voorhof. Maar dat doen we vanuit de koepelkerk. Um, daar wordt het vanuit uitgezonden. En um, daar zullen we dan ook uh, um, ja, de dienst met elkaar bijwonen. Um, de kransen worden ook gelegd, maar dat kan niet in het bijzijn van al deze mensen. Dus dat zal op een eerder moment vastgelegd worden, ook um, met video. En dat zal dan straks net als uh, um, de hele dienst via een livestream te zien zijn. Dus dat, dat stukje van het kransenleggen wordt dan in de livestream verwerkt. En zo kan iedereen toch meemaken hoe wij als uh, Renswoude gezamenlijk uh, 4 mei herdenken. Is herdenken belangrijk? Ja, en dat blijft het uh, ook. Uh, ik roep maar even in herinnering het begrip vrijheid. Dat heeft nu een hele andere dimensie gekregen. Vrijheid wordt nu heel veel gebruikt hè, in deze pandemie. Ja, wanneer heb ik mijn vrijheid terug? Wanneer heb ik mijn vrijheid terug? Voor mij is vrijheid als begrip echt nog onverbrekelijk verbonden met de bevrijding. Waar wij, Nederlanders, werden bevrijd van onderdrukkers. En daar hebben anderen zich voor uh, opgeofferd en zijn daarvoor gesneuveld. Hebben het leven uh, gelaten om ons. De vrijheid te geven, dat is voor mij nog steeds het begrip vrijheid en dat herdenken we. Is herdenken belangrijk? Dat is heel erg belangrijk. Um, dat is gewoon zo belangrijk dat je je realiseert in wat voor vrijheid wij nu leven. Um, het doet hier ook nog steeds bij een heel aantal mensen enorm veel herinneringen op. Uh, um. En dat, dat betekent dat er hier ook nog steeds mensen wonen die zeggen: van, Ja, maar toen is er dat gebeurd. Of mijn vader en moeder waren betrokken bij dat incident. En dat heeft al die tijd nog steeds uh, ja, toch wel effect he, gehad op, ons, uh, op onze jeugd en al die zaken meer. Het is ontzettend belangrijk om je te realiseren um, in wat voor bijzonder gebied wij zitten: hè, midden in de grebbelinie of op de grebbelinie. Uh, om te realiseren wat, ons, ja, wat onze buurt en wat onze gemeenschap uh, uh, ondergaan heeft. Is dat dan ook een oproep aan, aan de inwoners van de gemeente Ede? Uh, blijven gedenken? Ja, maar ik denk niet dat het nodig is. Want een heleboel mensen weten dat uh, ook. Ede heeft door zijn verleden in 1944 en 1945 en het militaire verleden natuurlijk het nodige meegemaakt. Die beleving van uh, herdenken en ook van vieren is nog steeds, is nog steeds uh, groot. Dat hebben we gezien met 75 jaar. Uh, Ginkelse Heide, de luchtlandingen uh, toen, hoe groot uh, dat uh, was. En ieder jaar de herdenking, en of dat nu in Otterlo is, of in Ederveen of in Lunteren. Het blijft belangrijk. De mensen blijven het belangrijk uh, vinden. En deze boodschap is daar weer eens even een onderstreping van, denk ik. Uh, herdenken dat geeft uh, een bepaalde verbondenheid met elkaar. Het geeft uh, de waarde weer ook van, uh, ja, van de vrijheid, waar we nu ook ontzettend van mogen genieten.